Hartelijk welkom mensen weer allemaal in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Gezegende Sabbat ook vanaf deze kant weer toegewenst. Wij willen eerst weer met z'n allen een mooi lied zingen. We hebben weer een lied uitgezocht. U ziet dat op het psalmbord staan. En dat is psalm 75. En daarvan het tweede vers willen we als eerste zingen. Als ik het ambt ontvangen zal... En als u een beetje beseft wat we vorige keer hebben besproken met z'n allen, dan ziet u dat er een verzegeling plaats zal vinden. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Geweldig mooi hoe God ook in de psalmen dat ons bekend wil maken. We willen met z'n allen zingen psalm 75 en daarvan het tweede vers. Gezongen, want zo is de situatie ook. Land en volk was in verval, maar zijn pijlers stelde ik vast tegen woede en overlast. Maakt niet uit wat mensen zeggen, maar u weet dat Gods volk overwinnen gaat met de 11 uur werkers in de Chateau Gemeenekerk. Laten we eerst de Heere zoeken in gebed, dat we weer schuldbelijdenis mogen doen, dat we onze zonden ook echt beleden hebben, voordat we natuurlijk de Sabbat in zijn gegaan. Dat is ook belangrijk om te weten, naar onze medemensen, voor elkaar. Maar dat we dat ook nu voor God willen doen. En ook dankbaar zijn dat we je behoed en bewaard zijn en om de Heilige Geest bidden. Dat is allemaal ontzettend belangrijk, dat we dat toch elke keer proberen te doen. Ook voor die tijd natuurlijk, bij onszelf altijd, maar nu ook op deze Sabbat. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heere Jezus. Dank u wel dat u ons weer hebt geroepen om die geweldige mooie waarheden te ontdekken. Dat we er iets van mogen leren en er iets mee gaan doen. Kom over ons en help ons. Dat we juist ook in deze eredienst dat allemaal weer mogen beseffen. Maar voordat we iets kunnen beseffen, willen we eerst vragen of u... onze fouten en gebreken wilt vergeven. U bent zo goed voor ons. U helpt ons. U bent geduldig voor ons. Maar wij maken nog fouten. Ook in gedachten en gevoelens. En doen en laten. Overal vinden we dat weer in ons mensen terug. En we kunnen stoppen met zonden. Absoluut. Want we moeten gereinigd, geheiligd, zonder vlek of rimpel. Moeten we voor u kunnen staan. Als u wederkomt op de wolken des hemels. Wilt u ons daar alstublieft in bemoedigen? Dat we dat ook kunnen. Want anders falen we op voorhand al. Help ons daarin mee, lieve Heer. We bidden ook voor die mensen die het heel moeilijk hebben, ziek zijn, verdriet hebben. In moeilijke omgevingen, omstandigheden wonen. Het is heel erg wat eraan komt, dat weten we ook. Als de vuurballen uit de lucht komen, dan komt er honger, zwaard en pestilentie. Juist ook over uw volk. En uw volk wordt aangewezen, de 7e dagsadventisten, de sabbathouders, dat het allemaal aan hun ligt. En wij weten dat dat anders is. Maar daar moeten we ons wel heel goed op voorbereiden, ook nu. En misschien zitten we al midden in die periode. Zullen vele martelaren zijn, dat beseffen we ook met z'n allen. Hebben we vorige keer allemaal besproken. We willen nu verder. U hebt ons iets geleerd, het geloof te beproeven. En u hebt daar ook iets over gezegd in die periode dat u bij de discipelen was. Heren, u bent het die we loven en prijzen willen. Daarom smeken we ook van u. Wees bij ieder, ook nu thuis. Mensen thuis die
toch moeilijk hebben om die geweldige, mooie waarheid, die soms ook wel eens moeilijk is, lijkt moeilijk, zeg ik vaak, omdat we ons moeten trainen op Gods woord. Trainen in die zin, hoe vaker wij het woord lezen, hoe beter we het kunnen en mogen verstaan. En daarom vragen we ook nu weer uw Heilige Geest, of u bij ons wilt zijn. En smeken we af, kom met uw Heilige Geest bij de mensen thuis, bij mij. Dat we de juiste woorden mogen vinden en ook mogen verstaan, Heren. Want vaak verstaan mensen de zuiverheid en de volheid van het woord niet. En dat heeft een reden. En iedereen moet dat voor zichzelf zien uit te zoeken. Welke reden is dat? Waarom heb ik dingen niet verstaan? Dat ligt niet aan u, dat ligt niet aan de Heilige Geest. Dat ligt ook niet aan de omgeving, want de omgeving wordt alleen maar moeilijker. Maar aan de mensen zelf, omdat ze zelfzuchtig zijn. Daar valt alles onder. Hoe klein het ook maar is. Kom daarom met kracht over ons, dat we ons eigen ik bij de deur van het onderzoek in de Bijbel achterlaten. En luisteren naar wat u ons allemaal hebt te zeggen. Kom zo over ons, nogmaals weer, met uw Heilige Geest. Om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam van u, bidden we dat. En uit vergeving van al onze fouten en gebreken. Amen. Het is niet makkelijk om te stoppen met zonde, maar het is mogelijk. Als u dat vasthoudt, dat is net zoals in een hardlopenrace. Als u nu 2 kilometer moet hardlopen, is die 500 meter voor de finish, 200 meter, het allerzwaarst. Als u 5 kilometer moet hardlopen, is die 500 meter, 200 meter, ook nog steeds het allerzwaarst. Hoe kan dat, dat het elke keer op het eind valt, terwijl u veel langer hebt gelopen? Dat wil ik daarmee zeggen. Dat ziet u ook in het houden van Gods wet. Als u dat doet en het blijft daarmee doorgaan, dan ziet u dat die lengte van het doorlopen, om het zomaar uit te drukken, zonder te vermoeien, langer is. En dat is met het uitvoeren, uitleven van de wet ook zo. Laten we daarom samen weer lezen, niet als herhaling, och, dan komt die wet weer. Nee, we willen steeds meer eruit halen. Dat we steeds langer zonder zonden kunnen leven, volwassen karakter kunnen krijgen. Want dat is nodig in de eindtijd, om daar doorheen te komen. Exodus 20, vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, geen zelfzucht. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water en onder de aarde is. Pas op, je hebt uw gemeenekerken, beeldaanbidding. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Dus er komt vergelding als u dit doet. En, als u het niet doet, doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Ook in hele kleine woordjes. Ook niet zomaar God noemen of Jezus noemen als het niet gepast is. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde den zelf. Dus kosten wat het kost. U mag niet de Sabbat overtreden. En dus zondag gaan houden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Ook als u aan het werk bent voor God, mag u ook niet stelen. Op wat voor manier ook maar. Want we werken toch voor God, dus we mogen stelen. Pas daarvoor op. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis.
Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naast een is. Amen. Even iets tussendoor gelezen, maar wel belangrijk. Heel veel mensen willen de wet verdraaien van God om hunzelf te rechtvaardigen. En als er iets erg is voor God, dan is dat het wel. Want dan doet u net of God het wel goed zal keuren. En ik heb dat veelvuldig gezien bij mensen. Die hebben een heel, heel groot probleem. Wij willen verder met Matteüs 17. Wil ik u eerst even iets gaan lezen van Matteüs 17 vanaf vers 14. Dat is het voorste gedeelte wat we gaan onderzoeken. In de eredienst. Vanaf vers 14, Matteüs 17. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën en zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen. Jezus antwoordde en zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht. Dus dat Jezus dat zomaar even zegt, let op wat daar staat. Hoe lang, eerste keer, zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang, tweede keer, zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem. En de duivel ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. Van die uren af is heel interessant, een uur is 15 dagen. Dus neem hem even mee als u dat om gaat rekenen. Het heeft een diepere inhoud. Nogmaals, we zijn niet aan het tijd zetten, maar we kunnen wel ergens zien dat daar iets speelt. Want dat is 2 keer 7 is 14 plus 1 is 15. Daar kom ik later nog op terug. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen: om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen: ga heen van hier derwaarts. En hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Maar, dan komt die grote maar. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Heel veel gezegd. Een verkeerd geslacht. Hoe is dat toch mogelijk? Dan wil ik eerst even met u naar Last Day Events, bladzijde 48. Last Day Events, bladzijde 48. En dan onderin. Bladzijde 48. Het geduld van God met zijn volk. De gemeente heeft gefaald. U ziet dat. O ongelovig en verkeerd geslacht. De gemeente heeft gefaald, jammerlijk gefaald, in het voldoen aan de verwachting van haar volgers. En toch trekt de Heer zich niet van zijn volk terug. Hebben we vorige keer allemaal besproken. Het blijft zijn oogappel. Hij verdraagt hen nog, niet omdat er in hen goedheid te vinden is, maar opdat zijn naam niet onteerd zal worden voor de vijanden van waarheid en gerechtigheid. Moet u zich eens voorstellen. En opdat de helpers van Satan niet zullen kunnen juichen over de ondergang van het volk van God. Hij heeft hun eigenzinnigheid, hun ongeloof en hun dwaasheid lange tijd verdragen. Hij heeft hen met wonderlijk geduld en medelijden getuchtigd. Als zij naar zijn onderwijs willen luisteren, zal hij hun verkeerde neigingen wegdoen. Dus Jezus Christus helpt u mee die verkeerde neigingen, wat zonden zijn, weg te doen. Daar hebben we net voor gebeden. Hem verlossen met eeuwigheid. U kunt in dat eeuwige verbond komen. En hem tot een eeuwig monument maken van de macht van zijn genade. Onvoorstelbaar.
Dat is geweldig als we dat mogen zien en een beetje mogen begrijpen. Want als u een beetje tot u door laat dringen hoe barmhartig God is, ik vind het heel erg mooi. Want ik wil even teruggrijpen op een vorige eredienst nog. En dan gaan we weer naar bladzijde 50. Want hoe ver gaat God door? Hoe lang gaat God wel niet door? De Heer Jezus heeft u zoveel verteld. Dat zijn we toch met z'n allen eens in voorbeelden en geduld gehad. Naar bladzijde 50, de eerste alinea van boven, de gemeente, daar staat er. De gemeente. Vooral dus de zenuwen, daar staat het christen als eerste. En ik begin zwaar aan te zetten, maar het zal wel moeten omdat we beseffen moeten in wat voor tijd we nu leven. Hoe lang nog? Waarom zegt de Heer Jezus dat? We gaan even naar Openbaring 6 vers 10. Ook weer teruggrijpend naar die middeleeuwentijd. Want Openbaring 6 vers 10, dan lezen we. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd, er komt die kleine tijd, rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden gelijk als zij. Zonders werd, rondom zonders werd, voor en daarna weten we nu. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet er werd een grote aardbeving in de zon enzovoort. Mag je nog verder lezen. Maar het gaat me vooral om hoe lang. Hoe lang. En we zitten nu op het punt dat Jezus zegt hoe lang. En hoe lang is dat dan? Hoe lang? Nou, daar krijg je nu antwoord op. Bladzijde 50. De gemeente. Eerste linie weer van boven. Last Day Events. Boekje. De gemeente zal de vruchten van haar eigen handelen moeten eten. Tot zij van zichzelf walgt. Dat is toch niet waar? Petrus spreekt er ook over. Een hond die ze naar zijn eigen braaksel terugkeert. Dat is verschrikkelijk, zeggen we. Dat is rare woorden van Petrus. Nee, waarheid. Ook binnen Gods volk. Tot zij van zichzelf walgt. Tenzij... Want een tenzij de gemeente die nu door het zuurdezen van haar eigen terugval, afval, wordt aangetast, berouw krijgt en zich bekeert, als zij het kwaad weerstaat en het goede kiest, dus er is nog een mogelijkheid, vooral ook in die tijd van die vuurballen, als ze God zoekt in alle nederigheid en voldoet aan haar hoge roeping in Christus, luide roep willen brengen, als ze het standpunt van de eeuwige waarheid verdedigt, het nieuwe licht, eeuwige waarheid verdedigt, en in geloof vastgrijpt wat voor haar bereid is, een eeuwig verbond, een luide roep mogen brengen, zal ze genezen. Geweldig, dat is maar goed dat dat er nog achteraan staat natuurlijk. Ze zal genezen. Zij zal de haar van God gegeven eenvoud en zuiverheid bezitten. Zonder vlek of rempel zijn. Zonder zonden zijn. Los van aardse banden. Ik kan u vertellen, ik moet mij ook totaal losmaken van de aardse banden. Totaal. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat heel rustig. Zou dat van de een op de andere dag gebeuren, dan vallen we totaal in het fanatisme. En dan streven we gerechtigheid door geloof totaal voorbij. Totaal. Wat veelvuldig dus gebeurt. Bij de fanatici waar u mij altijd overhoort. Die zeggen, wij weten het, je moet doen wat wij zeggen. Nou, er zijn menig opnieuw bekeerde adventisten op deze manier de kerk uitgevlucht. Ik kan ze benamen voor u noemen. Ze vluchten echt weg. Dus, we zullen gaan genezen. Zij zal de haar van God gegeven eenvoud en zuiverheid bezitten, los van aardse banden. Nogmaals weer. Ze zal laten zien dat de waarheid haar waarlijk vrij heeft gemaakt. Nieuw licht. Waarheid is er niet meer uit te krijgen. Natuurlijk willen de valse leraars en de valse herders, zullen Nicodemus nog uitkomen, die willen daar alles aan doen om die waarheid buiten de kerk te houden. Het zal hun niet lukken. Waarheid is niet tegen te houden, broeders en zusters.
de waarheid haar waarlijk vrij heeft gemaakt. Dan zullen haar leden ook werkelijk de uitverkorenen van God zijn, zijn vertegenwoordigers. Geweldig mooi. En dan even kijken hoe God het nog meer doet. Eerst die gemeente walgt van zichzelf, dat is een punt. Dat is een duidelijk punt om een ommekeer aan te brengen. En er gaat nog iets gebeuren. Want dan haalt zusterwijd de geschiedenis ook aan. En wij met z'n allen ook. De geschiedenis van Israël, een waarschuwing voor ons. Volgens mij hebben we dat nu volop met z'n allen bestudeerd. Niet alleen de profeten, Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. In Jezus zijn tijd, vijfde hervormingsperiode. Laten we maar eens lezen. In deze eindtijd wordt het volk van God aan precies dezelfde gevaren blootgesteld als het oude Israël. Hoort je dat goed? Dus wij kunnen van het oude Israël leren. Mensen die de waarschuwing van God niet ter harte nemen, komen in dezelfde gevaren terecht als het oude Israël. Perfect. Alles wat wij doen, hoe wij opnieuw profiteren, wordt hier in één keer bevestigd. Weer. Dus u komt in het oude Israël terecht. Dezelfde manier van gevaren en overtreding. Ze kunnen zijn rust, de eeuwigheid, maar ook de rust, spaarregen ook niet krijgen, want de rust is ook spaarregen, niet ingaan vanwege hun ongeloof. Het oude Israël kreeg rampen te verduren vanwege hun onheilige hart en hun niet onderworpen wil. Wat hebben wij vorige herendienst allemaal besproken? Komen er rampen? Komen er na de vuurballen honger, zwaar, pestilentie? De eerste drie plagen, van de 10 altijd natuurlijk. De eerste tot en met de 7e plaag, dat zijn weer de 7 plagen van de 10. Zouden moeten zeggen de 4e tot en met de 10e plaag. Maar het is in de volksmond al zo gegroeid natuurlijk. En het staat ook in de Bijbel, de 7 plagen. Dan denken wij, oké, dat zijn de 7. Dat klopt ook wel, maar tot en met 10, moeten we eigenlijk zeggen. Dus bij deze, die rampen komen. God gaat dus de gemeente in zichzelf veranderen, maar ook door de druk van buitenaf. Dat moet u nu lezen. Hun uiteindelijke verwerping als volk was het gevolg van hun eigen ongeloof. Vertrouwen op zichzelf hebben we net erbij genoemd. Eerste gebod. Eigen ik. Vertrouwen op zichzelf, onboedvaardigheid, geestelijke blindheid, laat ze nieuw licht niet willen aannemen, en hardheid, van hart, fanatisme. Hun geschiedenis is voor ons een gevarenteken. Let erop, broeders, dat er niet op één moment in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor af te vallen van de levende God. Want wij hebben aan Christus deel gekregen. Tenminste, als wij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daar ligt wel een voorwaarde aan verbonden. En dan staat op een andere bladzijde. Een strijdende gemeente is niet een zegenvierende gemeente. Moet u goed beseffen. Een strijdende gemeente is niet een zegenvierende gemeente. Nou, die gemeente, die strijdt nu. Tot en met. Want hoe kan dat toch? Die verheerlijking is dat geweest. Die hebben besproken met z'n allen. En ze kwamen van de berg af natuurlijk. Die drie discipelen met Christus. En daar speelde zich van alles af. Onder aan de berg. Want daar was een maanzieke jongen met een vader. En ja, die wilde natuurlijk zijn zoon genezen hebben. En er waren allemaal beschuldigingen. Ik ga er vanuit, dienstbetoon, zijn we nu bladzijde 371 staat dat u dat zelf leest. De discipelen die niet konden genezen werden bespot tot en met. Beschuldigd door de fariseeën, sadduceeën en door natuurlijk de schriftgeleerden en door de mensen. Zij konden die maanzieken, jongen, niet genezen. Dat was olie op het vuur, zouden wij zeggen. Geweldig, eindelijk kunnen ze iets niet. En dan komt in één keer Jezus van de berg met zijn drie discipelen. Moet u voorstellen hoe de situatie zich voordoet. Het is net of zitten we in deze wereld.
neem uzelf mee naar deze wereld toe. Maar plotseling, bladzijde 371 in het midden. Maar plotseling verstonden de beschuldigingen. Men zag Jezus en zijn drie discipelen naderbij komen. 3+1. En met een plotselinge omkeer in hun gevoelens, dus hun gevoelens waren totaal verkeerd, gingen de mensen hem tegemoet. De nacht van gemeenschap met de hemelse heerlijkheid had zijn sporen nagelaten op de heiland en zijn metgezel. Hoe konden ze dat dan zien? Op ieders gelaat lag een lichtglans die de toeschouwers deed vrezen. De schriftgeleerden trok zich bevreesd terug, terwijl het volk Jezus verwelkomde. Ja, de leiders die moeten straks heel veel schrikken, want ze hebben alles gemist straks. Alsof hij, met hoofdletter Jezus Christus, getuige was geweest van alles wat er gebeurd was. Wat wordt daarmee bedoeld? U bent getuige nu, als we goed de Bijbel hebben onderzocht, in alles wat er staat te komen. Begrijpt u wat daar staat? Verstaat gij wat gij leest? Alsof wij getuigen waren geweest van alles wat er te komen staat, moeten we lezen. Zo kwam de heiland, zo komen straks ook wij, naar het toneel van oneenigheid tussen de kerken en binnen het volk van God enzovoort. En terwijl hij, Jezus Christus, zijn blik richtte op de schriftgeleerden, vroeg hij, waarom, schriftgeleerden, pas op, waarom zijt gij met de discipelen aan het reden twisten? Natuurlijk, die discipelen, die moesten natuurlijk weer tot twijfels worden gebracht. En daar waren die schriftgeleerden, die farisees, de fanatici heel goed in. Ook de Sadduceërs, de leiders natuurlijk. Weer reden twisten. Wat zegt God tegen u en mij? Ga niet reden twisten. Maak geen twistgesprekken met de aanhangers van de duivel. Ja, want die aanhangers willen ons continu in twistgesprekken leiden. Nog, dan komt dat, mag u zelf doorlezen. De meester zei, ik heb een zoon tot u gebracht enzovoort. Het gaat mij niet vooral om dat u beseft wat zich af heeft gespeeld. Beseft wie wij moeten zijn in deze periode van ons leven in de eindtijdgeschiedenis. Dan gaan we naar bladzijde 372. Bladzijde 372. Want natuurlijk, die man van die, de vader dus van die maanzieke jongen, die twijfelt ook aan alle kanten. Als gij kunt, staat er, ja, de twijfel is zo gevaarlijk. Helemaal naar onder, van bladzijde 372. Eerste linia van onder, 4 regels van onder. Als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Hoe menigmaal met zonden beladen ziel heeft dat gebed herhaald. En tot allen komt het antwoord van een medelijdende heiland, als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het geloof verbindt ons. Het geloof dus gerechtigheid door geloof verbindt ons. Niet alleen maar kennis van de profetieën. Nee, gerechtigheid door geloof verbindt ons met de hemel en geeft ons kracht om opgewassen te zijn tegen de machten der duisternis. Duivelse machten dus. In Christus heeft God onze middel, met hoofdletter, gegeven om iedere zondige karaktertrek te overwinnen. Hoort u dat? Iedere. En om weerstand te bieden aan iedere verzoeking. Iedere. Niet 99% van de verzoeking, nee, iedere. Hoe sterk die ook mogen zijn. En ik ken mijn verzoekingen heel goed. U toch ook? En daar kunt u voor bidden, dat Jezus Christus u helpt. En hij heeft me van menig verzoeking afgehaald. Afgetrokken. En ik weet ze nog. Maar hij krijgt alle lof en eer. Geen mens. Dat is vertrouwen hebben in Jezus Christus, dat hij voor u doen gaat. Als u dat vertrouwen niet hebt, beseft u al, kan Jezus niets voor u doen. Als u twijfelt binnen Gods volk, of dat Gods volk, dat zevendedaags Adventisten, dat Gods volk is, met alle dingen die we hebben besproken,
Matthäus 13, die drie partijen, kan Jezus Christus niets voor u doen. Helemaal niets. Dus, let erop. Om iedere zondige karaktertrek te overwinnen. En om weerstand te bieden aan iedere verzoeking. Hoe sterk die ook mogen zijn. Kunt u overwinnen, samen met Christus. Maar velen menen dat het geloof hun ontbreekt. En daarom blijven zij verwijderd van Christus. Ze komen niet dicht genoeg tot onze geliefde Heer. Laat ten deze zielen in een hulpeloze onwaardigheid zichzelf overgeven aan de genade van hun barmhartige heiland. Er is geen zonde te groot voor Jezus Christus die hij niet vergeven wil. Alleen zondig, niet tegen de Heilige Geest. Dat is een hele belangrijke. Die kan niet vergeven worden, dat weet u. Zie niet op uzelf, maar op Christus. Hij die de zieken heeft genezen en de boze geesten heeft uitgeworpen, toen hij, Jezus Christus, onder de mensen wandelde, is heden nog dezelfde machtige verlosser. Het geloof komt tot ons door het woord van God. Klem u dan vast aan zijn belofte. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Werp u aan zijn voeten met de woorden. Voetdeksel, ook de al uw werkers, let op, Boas. Aan zijn voeten. Helpt u me. Als mijn geloof tekort schiet, een geliefde Heer Jezus, heiland, verlosser, zaligmaker. U kunt nooit verloren gaan wanneer u dit nooit kunt u verloren gaan. Is dat niet geweldig? Maar God verlangt wel van u die drie punten, weet u nog? Eerlijkheid, vertrouwen en ijver. Dat moet u wel hebben. Maar laten we maar eens verder lezen. Onderaan, bladzij 373. Het was een aanschouwelijke les. Tweede alinea van onder. Het was een aanschouwelijke les aangaande het verlossingswerk. De goddelijke die zich vanuit de heerlijkheid van de Vader neerbuigt om het verlorene te redden, u en mij. Het gaf ook een beeld van de zending van zijn discipelen. Nu moet je opletten. Daar zitten we weer in de vorige eredienst. Het gaf ook een beeld van de zending van de discipelen. Als u niet zich nederwerpt aan Jezus Christus zijn voeten, bij het voetdeksel, Boas weer, G-box, G1 tot en met G8, dan mist u iets. Want het leven van de dienstknechten van Jezus moet niet alleen worden doorgebracht op de top van de berg met Jezus. Natuurlijk is dat nodig, maar niet alleen. In uren van geestelijke verlichting is ontzettend belangrijk. 'S nachts studeren, 's morgens, 's avonds die Bijbel openen en er alles aan doen om die waarheden te kunnen bevatten. Gerechtigheid door geloof in uw hart te krijgen, maar ook het nieuwe licht uit te kunnen dragen, opnieuw te kunnen profiteren. Want, als u dat hebt gedaan, wat dan? Er is een werk voor hen beneden in de vlakte. Dat geeft deze verheerlijking op de berg, waar wij zijn geweest met Jezus Christus, zo mooi aan. Zielen, die Satan tot zijn slaven heeft gemaakt, dat zijn er velen, met name ook binnen de Zevende-Daagse Adventistische Kerk, maar ook binnen de Sjaartengemene Kerk, Katholieke Kerk, Evangelische Gemeentes, Lutheraanse kerken, baptisten, gereformeerden. Juist binnen die groepen, de laatste groepen ook, eigen gerechtigheid. Wij doen nooit wat verkeerd. En ovee als je tegen hen zegt dat ze iets verkeerd doen. Dan noemen wij dat, dan zijn ze zeer snel op hun teentjes getrapt, om het maar voorzichtig uit te drukken. Veelvuldig hebben mensen daar last van. Want zielen die Satan tot zijn slaven heeft gemaakt, wachten op het woord van geloof en gebed om hen te bevrijden. Dus we moeten dat evangelisatiewerk diep in ons hart krijgen. Heel, heel diep. En dan zien we ook dat, hoe lang hebben we gezien, dat verkeerd geslacht, tot het vierde geslacht en toe, 1, 2, 3, 4, hebben we ook weer in de Bijbel gelezen. Zie anders profetische B, heb ik dat u er allemaal met Gods genade uit willen leggen. En dan komt dat geweldige mooie. Die 15 dagen, dat is 2 keer 7 is 14. Plus die ene dag is de Jacobsbenauwdheid. Dus het zou best wel kunnen, die deltatijd van die uur af,
dat er iets gaat spelen. En nogmaals, we leggen niet een punt in de tijd, want we weten niet wanneer dat begint. Ja, als het gebeurt met de vuurbal, tot stand wordt gebracht, zondagswet, dan zou dat best wel 2 keer 7 jaar zijn met dat ene jaar van de grote Jacobsbenauwdheid. Maar dat is nog niet te zeggen. Maar alle getallen, een uur, een dag, een jaar, hebben allemaal betekenis. En ze vloeien als raden van Ezekiel 1 en Ezekiel 10 perfect in elkaar. Ze passen volledig in elkaar. Dat wil ik daarmee zeggen. Maar nogmaals, ga geen tijd zetten. Wat zijn de 81 eerste geschriften? Mag absoluut niet. Ja, en dan zien we dat. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerken? Ja, dat was natuurlijk gezichtsverlies op dat moment. Hoe is dat een mogelijk dat wij dat niet kunnen? Of konden? Natuurlijk vers 19 van Matthäus 17. En dan vers 20. En Jezus zei tot hen, om uw ongeloof wil. Het zat niet diep genoeg. Ze hadden geen geloof. Voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaadje, gij zou tot deze berg, waar ze net vanaf kwamen, tot deze berg, waar ze verheerlijkt waren, deze berg. Beseft u wat er nu gebeurt? Beseft u dat God u en mij iets heeft te vertellen? Deze berg, zeggen, ga heen van hier, derwaarts, en hij zal heen gaan en niets, wat staat daar? Niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht, weer de tweede keer, eerst verkeerd geslacht, en dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Juist dit gedeelte wil ik heel nadrukkelijk straks even met u op ingaan, van die berg. En dan gaan we straks naar bladzijde 374 toe, van Jezus de Wensdriel. Dus hou hem vast, die berg. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. We gaan terug naar onze mooie psalm, want we leven nog heel dichtbij die berg. Die berg der verheerlijking. Waar wij ook met Jezus Christus opgaan en op mogen gaan. Psalm 119 gaan we zingen. Vers 58. Psalm 119, vers 58. Gij boze wijt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig mogen bewaren. Hebben we daar met z'n allen niet over gesproken? Dat we er alles aan moeten doen om die boze te weerstaan? Graag mij naar uw belofte, o mijn God. Welke belofte hebben wij als wij doen wat Jezus Christus van ons verlangt? En zonder vlek of rempel willen staan, want daar ligt het hem aan. Niet kunnen staan, want kunnen, we kunnen het door Gods kracht, maar willen staan, dan mogen wij die belofte krijgen van God, dat we de luide roep mogen brengen en Gods oprechte kinderen mogen roepen. Laten we samen zingen Psalm 119. Zien hoe de schriftgeleerden de discipelen bespot hebben gemaakt. En dat hebben we ook gezongen. Dat niemand mijn verwachting ooit bespot. We moeten zo intens verenigd zijn met Jezus Christus in zijn doen en laten, dat we niet bespot kunnen worden. Ai, laat die mij
toch nooit beschaamdheid baren. Wij willen natuurlijk er alles aan doen om Jezus Christus niet beschaamd te maken voor de mensen. En ik wil even, vooral even naar een tekst toe die wel belangrijk is. En dan gaan we even naar Matteüs 21. Even voor de duidelijkheid, u kunt heel de laatste 7 dagen van Jezus leven straks onderzoeken in de Bijbelstudies. Heb ik vanaf Matteüs 20, iets daarvoor, ook een klein stukje, Matteüs 19, heb ik dat behandeld in een Bijbelstudie. Zijn boodschap in de profetie, verdieping 1. Dus wij gaan hierna niet direct, misschien in de toekomst nog wel eens, maar Matteüs 20 tot en met 28 behandelen. In de eredienst althans, want ze zijn al behandeld in de Bijbelstudies, zoals gezegd. Als we daar even naartoe gaan, naar Matteüs 21, vers 18, daar staat. En het gaat vooral om vers 21 natuurlijk, van Matteüs 21. Maar er staat iets belangrijks voor. Matteüs 21, vers 18. En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hen. Jezus Christus. En ziende een vijgenboom, aan de weg ging hij naar hen toe en vond niets aan dezelfde. Dan alleen het bladeren. En zeiden tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is toch een profetie, wat daar staat. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dus ze kunnen geen vrucht meer dragen. En u weet, dit heeft vooral te maken met het letterlijk Israël toen. En ook straks, moderne Israël. Zevendaags, het is let op, want ze zullen walgen van hun eigen werkzaamheden en ze zullen veranderen moeten, anders geen vruchten meer tot in de eeuwigheid. Genadedeur gaat dicht. Voor wie? Voor het letterlijk Israël. Wanneer was dat in principe? Bij de steniging van Stefanus. En de vloek die stopt in 1798 en 1844. Judalijn ging door naar Sion. Dus weet waar we hier over spreken. En de vijgenboom verdorde een tijdje later. Nee, dat staat er niet. Terstond bij de zondagswet is het over voor de zevendaagse. Dus neem het vooral mee. En de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Terstond. Bevestiging, 2 maal toe. Genade deur dicht. Doch Jezus antwoordde, zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, we hebben dat zo vaak aangehaald, hoe gevaarlijk twijfel is, geen zegen ontvangen, handelingen van de duivel worden, twijfelaars komen de hemel niet in, hebben we allemaal besproken. Gij zou niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgenboom is geschied, staat er, in toekomst, moeten we zeggen, maar indien gij ook tot deze berg, nou komt hetgeen wat we hier hebben gelezen, tot deze berg, zei het, wordt opgeheven en in, daar komt iets bij, de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Daar staat natuurlijk nu ontzettend veel in. Dat willen we met z'n allen bezoeken. Ten opzichte natuurlijk van Matteüs 17. Met hetgeen dat daarna komt in Matteüs 17. Dat wil ik straks nog even met u lezen. Dat is namelijk, heeft alles te maken met de aankondiging van de lijden, maar daar kunnen we snel doorheen, maar met de tempelbelasting. Laten we eerst weer zingen met z'n allen. En nogmaals in gebed gaan, want het wordt wel weer wat moeilijker, maar ook mooier. We krijgen steeds meer dingen van God door wie we moeten zijn en wie ook de 144.000 echt zijn. We gaan naar, zoals u ziet, op het psalmbord weer psalm 75 en daarvan vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die beslist, gelukkig, die als alle oppervoogd, met hoofdletter, deze vernedert, dient verhoogd. Dat zal ook gebeuren.
Lieve broeders en zusters. Deze vernedert en dien verhoogt. Er komt een verhoging na het moment van de berg des heiligen sieraads. Neem het zo dan even mee. Of de berg der verheerlijking toe. Laten we samen, voordat we nogmaals in gebed gaan en de eredienst gaan starten, in een grote verkondiging in die zin, Psalm 75 vers 4 zingen. Hij is onze oppervoogd, onze Heere, met hoofdletters, geweldig mooi, hoe dat ook weer uitgedrukt is. Laten we samen de Heere nogmaals zoeken in gebed om te smeken om de Heilige Geest. Dat u ook heel goed dit verband gaat zien, daar gaat het om. In welke periode wij leven. En hoe de Heere ons gaat aanstellen straks. In actieve dienst, zoals u weet. Verzegeling komt. Wilt u samen met mij de Heere zoeken? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel voor al uw goede gaven. Ook nu weer, dat we toch weer iets mogen begrijpen. En dat u het goede met uw volk blijft voorhouden. Ongeacht wat er allemaal gebeurt, dat mensen weglopen en mensen op gaan staan in de kerk zelf tegen broeders en zusters. Het is verschrikkelijk wat er momenteel allemaal gaande is. En het gaat zover totdat ze van hunzelf straks gaan walgen wat ze al hebben gedaan. Zo erg moet het komen. Dat ze gaan inzien, want dan pas gaan we natuurlijk inzien wat we hebben gedaan. Maar dat het ook zo ver moet komen, lieve Heer Jezus, dat die verdrukking zo aanbreekt in de dingen die om ons heen gebeuren, dat we ons wel samen moeten voegen. En dat hebben we vorige eredienst ook allemaal met elkaar besproken. En al die kleine geschilletjes aan de kant zetten. Niet de een is van Paulus en anders, van Apollos en anders, van nee, we zijn allemaal van Jezus Christus. Van u, lieve Heere Jezus. Wij moeten u volgen, waar u ook heen gaat. Wilt u ons verstand openen? Alstublieft, kom met uw Heilige Geest over ons, dat we het heel, heel goed mogen begrijpen en verstaan. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde Heer, in naams wil. Amen. Ja, deze berg. Deze berg. Dat deze woordje komt zo bekend voor, volgens mij. Openbaring 7, leest u hem anders nog eens door. Deze. En ook in Daniël 11, vers 45. Daar wil ik eerst even met u naartoe. Want u bent gegrondvest op de profetieën natuurlijk. En daar hebben we ook die bijzondere berg. Daniël 11. Met name vers 45. En hij is dus koning van het noord, Pausdom, zal de tenten, ons lichaam is ook een tent, een tempel van de Heilige Geest, maar hij zal ook een tempel, een tent van zijn paleis planten tussen de zee en de volkeren, en tussen u en ons, aan den berg des Heiligen Sieraads. Dus er staan sommigen tussen de berg des Heiligen Sieraads en het volk in. En dat zijn koning van het noorden, nieuwe wereldorde, draakbeest, valse profeten. En hij, dus de leider daarvan, zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. Einde, nieuwe wereldorde. Dus dat is duidelijk. En dan weer terug, natuurlijk, naar
Vers 21 van Matthäus 17. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Wij moeten meer bidden en vasten. Meer gegrondvest zijn op Jezus Christus, op de waarheid. En daar ook alles voor willen doen. Het vasten is echt een hele goede zaak. Een absoluut hele goede zaak. Bidden. Bidstonden. Elke dag hebben wij een bidstond. Het zou wel moeten, want uit onszelf kunnen we niet staande blijven. Wekelijks hebben we een bidstond. Wekelijks vasten we. Dat is iets wat in uw leven ingekapseld moet worden. Omdat u alles voor Jezus Christus over hebt. Uzelf reinigen. Wat veelvuldig over gesproken. We gaan eerst naar bladzijde 374. Jezus de wensdriehoek. Als u, dit is allemaal bij elkaar, dan pakt wat ervoor is geschreven. Ze zaten in de smart. Zorgeloosheid. De discipelen. Jaloezie hadden ze. Ongeloof hadden ze. Twijfel hadden ze. Verkeerde gedachten. Verkeerde gevoelens. Ontmoedigd waren ze. Persoonlijke grieven hadden ze. Droefheid. Smart over andere dingen weer. Geen nederigheid. Geen afhankelijkheid van God. Geen volledige toewijding. Als u dit dus allemaal doorleest. Wat was er nog wel goed aan de discipelen? Of anders gezegd, wat is er nog wel goed aan Gods volk? Beseft u een beetje dat dit ter lering voor ons moet zijn? En dan gaan wij even naar de eerste linia van boven. De woorden van Christus. De woorden van Christus die op zijn doodwezen hadden droefheid en twijfel gebracht. En het uitkiezen van de drie discipelen, waren er drie. Let op, kom ik straks heel in het bijzonder op hoor. Let op. Drie discipelen om Jezus te vergezellen naar de berg had de jaloezie van de negen opgewekt. Natuurlijk, het eind is daar. Jaloezie, wie hangt wie aan? Sommige mensen die beseffen niet waar ze mee bezig zijn. In plaats van hun geloof te versterken door het gebed en door overpeinzing van de woorden van Christus, waren ze aanhoudend bezig geweest over hun ontmoedigingen en persoonlijke grieven. In deze duistere toestand waren zij de strijd met Satan aangegaan. En toen dacht hij natuurlijk nog dat ze die maanzieke jongen van die vader nog konden genezen. Nou, dat ging toen niet meer lukken. Dat is onmogelijk. En terecht onmogelijk. Om in een dergelijke strijd succes te hebben, moesten zij in een andere geestesgesteldheid te werk gaan. Geestesgesteldheid binnen Gods volk is momenteel absoluut verkeerd, kan ik u beloven. Absoluut. En dat wordt straks anders. Want hun geloof moest versterkt worden door vurig gebed en vasten en in nederigheid des harten. Drie punten. Zij moesten ontleden worden van zichzelf. Zelfzucht, kopje zelfzucht, zegt zuster, waar het valt, alles onder. En vervuld van de geest en kracht van God. Ernstig, volhardend smeken tot God, in geloof. Geloof dat tot een volkomen afhankelijkheid van God leidt. Niet van mensen, van God leidt. En een onvoorwaardelijke toewijding aan zijn werk. Dus die twee horen bij elkaar. Dus als u zegt, wij hoeven niet te evangeliseren, wij hoeven niet naar buiten toe te treden, begrijpt u er helemaal niets van. Dit alleen, dus dit alleen, kan baten om aan mensen de hulp van de Heilige Geest te schenken in de strijd tegen de overheden en de machten, de wereldheersers, deze duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten. Dit alleen. Dus al die eerzucht en hebzucht en eigenzinnigheid en alles wat je nu opgenoemd hebt, wat ze hadden, getuigen alleen maar tegen de discipelen, de 12 discipelen. En we weten wat die 70 discipelen al hebben gedaan. Die zijn al gevlucht. Niet normaal. Waar zijn wij mee bezig in onze tijd? Dat moeten we ons goed voorstellen. Dus die twist onder elkaar was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En dan ga ik even terug voor u naar Matthäus 21. Want eerst in Matthäus 17 vers 20, daar staat, dat mosterdzaadje. En daar staat ook, deze berg zeggen, ga heen van hier en hij zal heen gaan en niet zal u onmogelijk zijn. Daar staat namelijk niet bij C.
werpt u in zee. Als u dat beseft, dan is deze eerste boodschap, als het ware, als u een beetje profetisch onderlegd bent, voor de zevende dag staat. Het is voor onze tijd. Zij moesten dus eerst leren dat ze op die berg moesten zijn met Jezus Christus. Hebben we allemaal besproken hier van tevoren. Daar had de Heer nog heel veel werk te doen binnen Gods volk. Daarom moet eerst die schudding komen binnen Gods volk. En als die schudding is geweest, enzovoort, enzovoort, dan gaan we naar Matthäus 21. Dus de schudding vindt hier ergens plaats. Kunt u lezen en beseffen. Dan gaat u nu naar Matthäus 21. En daar wordt iets gezegd dat die vijgenboom, als het ware, in de weg staat. Laat ik het dan zo uitdrukken. Uit u wordt geen vrucht meer in de eeuwigheid. Profetisch gezien zien we dat daar de genadedeur dicht gaat. Geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ze hebben de zevende dag, zat het is in onze tijd, hebben zoveel nagelaten. Er zal geen vrucht meer komen in de eeuwigheid. Terwijl zij het uitverkoren volk waren die de luidroep moesten gaan brengen. Op het overblijfsel na. Want dat weten we. Gods volk zal niet vallen. Maar u ziet wel dat juist daar ook het letterlijk Israël werd genoemd. En terstond en terstond. En dan vers 21. Doch Jezus antwoordde, van Matthäus 21. Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen. Voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had. En niet twijfelde, waar we zoveel over gesproken hebben. Gij zou het niet alleen doen, hetgeen de vijgenboom is geschied. Maar ook in de toekomst dus. Maar indien gij ook tot deze berg, in de toekomst dus, geestelijk wel te verstaan, zeide het, wordt opgegeven en in de zee geworpen, het zou geschieden. Als u goed de profetieën hebt bestudeerd, en daar gaan we even naartoe natuurlijk, weer naar Daniël 11, vers 45, als u samen met Jezus Christus op de berg des heiligen Sierad zit, dan zult u inderdaad de luidroep kunnen gaan brengen. Dan verplaatst u de berg in die zeeën. Ziet u dat? Ik zal hem helemaal voor u lezen, vers 45, nogmaals weer. En hij zal de tent van zijn paleis planten tussen de zeeën, volkeren, aan de berg des heiligen Sierads. En wat moet die berg doen? Die moet geplant worden in die zee. Juist de elderwerkers gaan u daarin meehelpen, broeders en zusters uit de zevende dags Adventistenkerk. In principe zijn er twee profetieën in Matthäus 17, zonder de zee, en Matthäus 21, met de zee. Worden opgegeven en in de zee geworpen. Het zou geschieden. Het zou geschieden. En het zou ook geschieden. Want dat is wat wij moeten doen. Weer terug naar Daniël 11. En hij, de pausdom, vers 41, zal komen in het land des Sierads, Amerika's deel. En vele landen, staat ertussen, zal er niet bij horen, en moet zijn geschreven, zullen ter neder geworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Door wie gebeurt dat? Hoe kunnen deze drie groepen aan die hand ontkomen van het pausdom? Door die berg. De luidroep komt door die berg des heiligen Sieraads. Wij zijn met Jezus Christus op een berg geweest. En dan ziet u ook dat uit die vijgenboom, die alleen een dorre bladeren had en geen vrucht, Gods volk heeft nagelaten, stelt u zich eens voor, Gods volk, dat er een zevende dag zat, het is maar ook het letterlijk Israël, heeft nagelaten om de hele wereld te waarschuwen. We zeggen heel vaak, ze zijn aan navelstaren. Navelstaren in hun eigen kerkjes aan het wroeten, laat ik het dan zo noemen. Hun eigen unies en hun eigen probleempjes oplossen. Dat gebeurt ook in het management heel vaak. Ze doen niet waar ze meer voor zijn geroepen. In de wereld wil ik zeggen, precies hetzelfde. En als u dat ziet, dat u die berg bent, 1 keer 300, 1 keer 12.000, 11 keer 12.000. Dat is één berg, wat dat?
144.000. Indien gij ook tot deze berg zeidet, als wij aan het werk gaan, dat wordt er bedoeld, wordt opgeheven en in de zee geworpen, wordt opgeheven. Tot. Een persoonlijkheid die zonder vlekken verrimpelt, zonder bedrog is, oprecht is naar God toe, die trouw is, eerlijk is, ijverig is, wordt opgeheven en in de zee, in de volkeren geworpen, het zal geschieden. Het zal geschieden. En dan zegt hij, ja, maar. En al, staat er dan nog achter, en al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Ja, maar dit gaat toch allemaal op Gods tijd, en niet op onze tijd. Ik heb het u heel vaak gezegd. Wij kunnen de wederkomst bespoedigen. Verhaasten. Gaan we naar bladzijde 34. Zie daar ook voor I39. Dan herhaal ik dat niet, maar Gods beloften zijn voorwaardelijk. En daar staat ook bovenin, bladzijde 33 even. Het was niet de wil van God dat de komst van Christus zo vertraagd zou worden. 40 jaar lang zorgden ongeloof, gemor en opstandigheid ervoor dat het oude Israël buiten het land Kanaan gesloten bleef. Dat is bij ons ook zo. En dan bladzijde 34. Nogmaals, daarboven vindt u het ook. Lees het zelf door. Het document staat, het verbeterd document staat ook op internetsite. Bladzijde 34, tweede alinea van boven. Door het evangelie aan de wereld door te geven, ligt het in ons vermogen, dus dat is de voorwaarde, ligt het in ons vermogen de wederkomst van onze Heer te verhaasten. We moeten niet alleen maar uitzien naar, maar de komst van de dag van God verhaasten. Dus dat gebeurt hier in principe Daniël 11, versen 40 tot en met 45. En we zien ook dat op een bepaald moment die broeders en zusters die niet willen, dat vinden we in Matthäus, uit u wordt er geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dus diegenen die nu geen vruchten willen dragen en niet willen evangeliseren, zal niet de vrucht meer gaan groeien na de zondagswet. Er komt geen vrucht meer uit voort. En terstond is voor hen de genadedeur gesloten. Hij, dan verder op bladzijde 34, laatste events, boekje. Hij heeft het in onze macht gegeven. We kunnen met hem meewerken aan dit tranendal een einde te maken. Gods geduld heeft een grens. De oneindige houdt met onfeilbare precisie de rekening bij van alle volkeren. Er staat niet heidense volkeren, volkeren. Want hier staat heidenen, dat is volkeren. Hoewel zijn genade nog verzacht wordt door de oproep om zich te bekeren, wordt deze rekening voortdurend bijgehouden. Gods ogen gaan over deze wereld. Als de getallen een bepaalde som bereiken, door God vastgesteld, hoort u dat, die getallen, kom ik zo op terug straks, door God vastgesteld, dan begint de dienst van zijn wraak. Wat is de wraak? Wat is de toorn van God? De 7 plagen. U bent gewaarschuwd. Let op de vervalsing van de symbolische 144.000. Onvoorstelbaar. Dus er gaat iets gebeuren. En dan gaan we verder met Matthäus 17. Dan komt er iets heel moois uit. Dit is gezegd, dit is gebeurd. De berg der verheerlijking. De heilige berg des sieraads. De boom is verdord. Er groeit geen vrucht meer. Nooit in te nemen. In eeuwigheid meer uit de zevende dag staat voor de kerk. En dan gaat God, Jezus Christus, naar Galilea. Vers 22. En als zij in Galilea verkeerden, zeiden Jezus tot hen. Vers 22, Matthäus 17, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. U kunt overgeleverd worden. In de handen der mensen, nieuw wereld worden. En zij zullen hem doden. U kunt gedood worden, martelaar worden.
En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Want ze begrepen het verlossingsplan niet. Als u nu het verlossingsplan niet begrijpt, zult u zeer bedroefd worden. Dan beseft u niet dat u in Christus had moeten zijn. En Christus zal er alles aan doen in de moeilijke omstandigheden u te helpen. Vindt u allemaal in de geestenprofetie. Een extra genade wordt u gegeven. Dus Gods volk zal meemaken dat ze de marteldood gaan sterven. Want als zij te Capernaum ingekomen waren, ik heb u heel vaak gezegd, ik haal het er nogmaals bij. Als zij te Capernaum ingekomen waren, Capernaum, weet u, wordt vergeleken met Gods volk, der zevende dags Adventist. Zo veelvuldig behandeld, bladzijde 41, laatste events. Maar ik haal hem er nogmaals bij. Want dan wil ik iets bijlezen, bovenin. Door alles wat in Minneapolis, daar staat me. Door alles wat ik in Minneapolis had gezegd, werd ik bevestigd dat er een hervorming door de gemeente moest gaan. Hervorming, zevende hervormingsperiode. Hervormingen zijn nodig, want over ons volk, dat zo gezegend is met groot licht en kostbare mogelijkheden, er lagen geestelijke zwakheid en blindheid. Ze waren als hervormers uit de gevestigde kerken gekomen, uit Babylon, maar nu handelen ze voor een deel net zoals die kerken deden. Inderdaad, ziet u de profetenscholen, dan weet u dat allemaal speelt. We hadden gehoopt dat het niet nodig zou zijn om opnieuw uit te gaan, volgens Openbaring 18 vers 4. Gaat uit vandaan, mijn volk. We proberen de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede, Efeziërs 4 vers 3. Zullen we niet ophouden met onze mond en onze pen te protesteren tegen dweperij? En dan komt dat moment van dat Sister White, de zevendedags Adventistenkerk, als Capernaum ziet. Dus zo ernstig is de situatie. Christus zegt van mensen die zich beroemen over het licht. Wij hebben toch de waarheid. Wat zij ontvangen hebben, maar die nalaten in dat licht te wandelen, gerechtigheid door geloof, en opnieuw te kunnen profiteren. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon, dus voor de Sjaartuke menen, lees goed, VN, draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u Capernaum, zevende dags Adventisten, die groot licht hebben ontvangen, die tot de hemel toe verhoogd bent, wat hun voorrechten betreft, dat heeft ze er zelf tussen gezet. U zult tot hel, hel is Gog Magog, toen neergestoten worden. En is ook dus graf. Ook in die beginperiode. Na die vuurbal. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Onze gemeente verkeert in een situatie van Laodicea. God is niet in haar midden aanwezig, was in 1898. Veelvuldig besproken. En dan leest u nog verder. De manipulatie van de leiders in de kerk is een vloek voor de gemeente. Hoe is dit toch mogelijk? Die situatie zitten we nu in. Februari 2017. Maar er komt verandering in. Dat moet u goed onthouden. Dat vertrouwen moet u in Gods volk hebben. Want als wij eens doorlezen. We gaan even verder. Met iets heel bijzonders. Dus Capernaum is heel in het bijzonder Gods volk. Zevende dags Adventisme. En wat gebeurt daar binnen Gods volk? Bladzijde 375, Jezus de wens drie. Wie is de grootste? Ze vinden hun juist binnen de Adventkerk allemaal de grootste. Maar ook in de Sjaartuke Menenkerk. Wij hebben de waarheid, wij hebben de waarheid, wij hebben de waarheid. Wij weten hoe het zit. Wij profiteren, wij hebben de geest van God. Wij maken mensen beter. Ze hebben allemaal niet de waarheid. Ze kennen allemaal binnen de Sjaartuke Menenkerk nu niet het verlossingsplan. Absoluut niet. Een beetje van dit, een beetje van dat. Maar de dieptes van de waarheid kennen ze niet. Gerechtigheid door geloof kennen ze absoluut niet. Die dieptes daarvan wie we moeten zijn voor Jezus Christus. Maar er zitten wel heel veel oprechte broeders en zusters in die kerk. Dat is wat anders.
Bovenaan, bladzij 375, Jezus de wensdriehoek. Bij zijn terugkeer naar Capernaum begaf Jezus zich niet naar de welbekende plaats waar hij het volk had onderwezen. Maar zocht hij met zijn discipelen rustig het huis op dat zijn tijdelijk tehuis zou zijn. Dat is ook zo'n toeval, zijn tijdelijk tehuis, zo mooi. Een hele profetie zit erin, maar ik wil niet veel afwijken. Gedurende de rest van zijn verblijf in Galilea was het veel eerder zijn doel de discipelen te onderrichten dan voor de menigte te arbeiden. Dus de discipelen moesten beter onderricht worden. De eerste groep, 1 keer 12.000, moesten goed onderricht worden. Dan voor de menigte het volk te arbeiden. Dus dat moet ook eerst gebeuren, dat wil ik daar heel goed mee zeggen. Voordat het volk in de schudding komt. Zevende dag staat het in de schudding komt. En als die onderwezen zijn, komt het volgende volk in de luide roep. Kleine Jacobsbenauwdheid hebben we dat ook wel genoemd. En de kleine Jacobsbenauwdheid hebben we nu ook geleerd, is ook voor de zondagswet ergens al gestapt. Op de reis door Galilea had Christus opnieuw getracht de geest van zijn discipelen voor te bereiden op de gebeurtenissen die voor hem lagen. Hij vertelde hun dat hij opging naar Jeruzalem om ter dood gebracht te worden en weer op te staan. Hij voegde daaraan de vreemde en plechtige aankondiging toe. Dat hij, schrik niet, dat u door verraad zou worden overgeleverd in de handen van zijn vijanden. Wie waren zijn vijanden? De Farizeeën en de Sadduceeën, schriftgeleerden. 70? Wat denkt u met die 70? Zouden die er ook bij gestaan hebben? Kruisigt hem. Lieve broeders en zusters, ik weet wel zeker. Ze waren totaal afgedwaald. In de handen van Satan gekomen. Dus dat hij door verraad zou worden overgeleverd. In de handen van zijn vijanden. En natuurlijk, ook in onze tijd, draakbeest valse profeten. Maar eerst voor die tijd, heel in het bijzonder, door onze eigen broeders en zusters. Zelfs nu begrepen de discipelen zijn woorden niet. En wij moeten het nu kunnen verstaan. Hoewel de schaduw van een groot verdriet over hen viel, ontstond er in hun harten een geest van jaloezie. Zij twisten onder elkaar. Al die mensen, ik heb zoveel mensen meegemaakt. Weet je wat ze het liefste doen? Twisten. Ja, maar dit en ja, maar dat. En ja, maar jij dit en jij dat en jij. Dan komen de brieven eraan, de mailtjes eraan. Dan kunnen ze niet eens meer een fatsoenlijk gesprek met u hebben. Dat weet u dat dat overkomt. Ze twisten onder elkaar. En ga niet mee in die twist. Wie de grootste zou zijn in het koninkrijk, dat ziet u veelvuldig gebeuren. Die mensen gaan weg en die willen ook dit doen en wij willen ook werken voor de Heer. Ze denken werkelijk waar dat ze door werken gered kunnen worden. En ze beseffen niet dat gerechtigheid door geloof, nederigheid het allerbelangrijkste is. Wie de grootste zou zijn in het koninkrijk. Deze strijd trachten zij voor Jezus te verbergen. En dat kun je niet voor God verbergen. God ziet zo diep in het hart, ook nu in onze tijd. En zij gingen niet, zoals gewoon, dicht aan zijn zijde, maar bleven achter. Ik heb dat allemaal letterlijk meegemaakt. Zodat hij voor hen uitging toen zij Capernaum binnenging. Waarom letterlijk heb ik dat meegemaakt? Omdat u dat ziet. Dat mensen andere agenda's in hun hoofd hebben. Andere gedachten in hun hoofd hebben. En dat ze hun eigen dingen. Ja, en dan past in één keer niet meer hetgeen wat God van hen verlangt. Nederigheid, onzelfzuchtigheid, past niet meer in dat beeld. Want dan worden ze aanklagers van de broeders. Jezus, en u kunt ook dan de gedachten van mensen lezen. Jezus las hun gedachten. En hij verlangde ernaar hun raad te geven en hen te onderrichten. Doch hiervoor wachtte hij op een rustig uur. Jezus stelt hier weer een deltatijd in, een uitsteltijd. We kunnen niet alles tegelijk. Jezus Christus kan en heeft ook niet alles tegelijk aan u en mij verteld. Doch hiervoor wachtte hij op een rustig uur, wanneer hun harten open zouden zijn om zijn woord te ontvangen.
En dan gaat er iets gebeuren. We gaan even verder lezen en dan komt u er iets beter in. Ik moet u even met mij meetellen wat daar heel in het bijzonder gebeurt. Of meedenken, straks tellen. Vers 24 nogmaals naar Matthäus 17. En als zij te Capernaum ingekomen waren, u weet dat, daar staat het, is de gemeente, gingen tot Petrus die die drachmen ontvingen. Tempel, geld. En zeiden, uw meester betaalt hij die drachmen niet? Hij zeide, ja. Toen hij in een huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende, wat doet u, Simon? De koningen der aarde. Van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Het is ontzettend belangrijk hoor, wat u moet lezen. Peter zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. Is ook interessant. Werd de aanluid en de eerste vis die opkomt, nee. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Ook uit de zee. U ziet, het is interessant, dat we hier straks door de zee, door de volkeren worden betaald. Dat is heel interessant. Ik kan er niet te ver op ingaan, maar juist na die zondagswet komt de Chateau-Gemeen op gang. Die hebben er alles voor over om het werk voortgang te laten vinden. Dat betekent dit laatste gedeelte. Maar ik wil even naar iets anders ook toe. Dus dat laatste gedeelte hebben we nu gelezen, maar daarvoor staat nog iets. Dan moeten wij even tellen met z'n allen. En dat gaan we dus doen. Want Jezus zegt, die ene belangrijke zin, Peter zei het tot hem, want Jezus had die vraag gesteld, van de vreemden. Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Wie zijn dan die zonen? Komen we met z'n allen achter. Bladzijde 376. De tweede alinea van boven. Maar Petrus begreep. Maar Petrus, en u moet niet een Petrus zijn. U moet een volgeling van Jezus Christus zijn die opnieuw kan profiteren. Maar Petrus begreep de bedoeling van de vraag stellen slechts ten deel. Er waren bepaalde groepen mensen die waren vrijgesteld van het betalen van het hoofdgeld. Hoofdgeld is het tempelgeld. Niet tienden, maar tempelgeld. In de tijd van Mozes, toen de Levieten werden afgezonderd voor de dienst in het heiligdom. Dus de Levieten zijn afgezonderd voor de dienst van het, in het heiligdom. Ontvingen zij geen erfdeel onder het volk. De Heere zei, Levi heeft geen bezit of erfdeel met zijn broeder. De Heere is zijn erfdeel. Dus we hebben één persoon, Levi. In de dagen van Christus werden de priesters en levieten, zo kunnen we het ook noemen, priesters, levieten, twee personen, nog steeds beschouwd als in het bijzonder gewijd aan de tempel. Hoort u dat? God heeft dienstknechten in de tempel, dat zijn priesters en levieten, twee personen. Dat is interessant. We zijn toch met z'n drieën van de berg afgekomen, moet je even meenemen, en nu komt deze vraag in één keer op. God leidt alles zo dat wij opnieuw kunnen profiteren. Let op. En van hen, dus van de priesters en de levieten, werd niet geëist dat zij een jaarlijkse bijdrage leverden voor het onderhoud ervan. En dan komt nog iets. We hebben al geteld twee personen, of groepen, persoonlijkheden, mogen we ook zeggen. Ook profeten werden van deze betaling vrijgesteld. Dat hebben we, de derde persoon. Door het hoofdgeld van Jezus te eisen, legden de rabbies zijn aanspraak op het ambt van profeet of leraar naast zich neer. Dus Jezus was niet een priester, zeker leviet in die zin, maar hij was profeet en leraar. Het ambt van profeet en leraar. Dus hij hoefde dat hoofdgeld niet te betalen. Het gaat niet direct om het hoofdgeld, hoor. Het gaat erom dat we met drie personen te maken hebben. Naast zich neer. En behandelde hen, dat deden zij, als ieder gewoon mens. Nou, u weet dat die priesters en de levieten geen gewone mensen waren. Dat kunnen we nu al beseffen. U weet dat de herders en leraars, levieten, geen gewone mensen zijn. Die hebben hun taak binnen Gods volk, alhoewel er velen vallen. Dat beseffen wij ook. En u beseft ook dat de profeten
ook een taak hebben. Geen gewone mensen zijn. Die moeten ook opnieuw kunnen profiteren. Zoals we nu bezig zijn met z'n allen. Naast zich neer. Ze zullen dat niet herkennen. Ze zullen de profetes niet herkennen. Bijvoorbeeld E.G. White hebben ze niet herkend. Dat is interessant. Ze zullen u ook niet herkennen. Binnen Gods volk der zevende dag zat. Het is een woord, joh, wat ik zeg. Ik betrek hem telkens natuurlijk op onze tijd. Maar dat speelt hier ook. Maar we zijn er nog niet. Even doorlezen. Dus zijn aanspraken op het ambt van profeet of leraar hoorden dus bij elkaar naast zich neer en behandelden hem als ieder gewoon mens. Een weigering van zijn kant om het hoofdgeld te betalen zou voorgesteld worden als ontrouw jegens de tempel. Terwijl aan de andere kant het betalen daarvan beschouwd zou worden tot staving van het feit dat zij hem als profeet verwierpen. Dus je moet nu heel goed zien hoe zit die en ligt die situatie. We gaan verder. Slechts korte tijd tevoren had Petrus Jezus erkend als de Zoon van God. Petrus had hem erkend als de Zoon van God. En toen ineens niet meer. Let maar eens op. Maar nu maakte hij geen gebruik van de gelegenheid om het karakter van zijn meester duidelijk te maken. En u weet, toen hij dat had gezegd, maar mijn vader die in de hemelen is, heeft u dat bekendgemaakt. Dat weet u dat de Heer Jezus dat nog tegen hem zegt. Ziet u dan nou Matthäus 16, vers 17 nog een keer na. En dan lezen we nogmaals, maar nu maakte hij geen gebruik van een gelegenheid om het karakter van zijn meester duidelijk te maken. Hij was de grote profeet met allemaal hoofdletters. Door zijn antwoord aan de ontvanger dat Jezus het hoofdgeld zou betalen, gaf hij in wezen zijn goedkeuring aan de verkeerde opvatting aangaande hem, waaraan de priesters en oversten overwicht trachten te geven. Dat was een heel slim spelletje van die priesters en oversten. Let eens op. Toen Petrus het huis binnenging, sprak de heiland niet over wat had plaatsgevonden. De Heer doet dat heel mooi. Geweldig. Maar vroeg, wat denkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus antwoordde, van de vreemden. En Jezus zeide, zo zijn dus de drie zonen vrij. Ik zeg met opzet, drie zonen. Dat zijn toch de zonen, de priesters, de levieten en de profeten. Terwijl het volk van een land belasting moet betalen voor het onderhoud van hun koning, zijn de kinderen van de vorst zelf daarvan vrijgesteld. Zo werd van Israël, dat beleed Gods volk te zijn, geëist dat ze zijn dienst onthielden. Maar Jezus, de Zoon van God, stond niet onder deze verplichting. Indien de priesters en levieten en dus de profeten waren vrijgesteld om hun band met de tempel, hoeveel te meer gold dit voor hem, voor wie de tempel het huis zijn vaders was. Wat ziet u nu? Als u vrijgesteld bent voor, let wel, de tempelbelasting, daar streken we over, het onderhouden van het huis van God, het hoofdgeld, dan bent u in een bijzondere positie. Ik spreek dus niet over de tiende. Bent u in een bijzondere positie. Welke drie personen zijn dat? Welke drie personen gaan daar de berg op met Jezus Christus? Welke drie personen gaan de luider opbrengen? Gaan weer naar Daniel toe. Er moeten drie personen ook geroepen worden. Of anders zegt drie groepen. Edom, Moab en de kinderen Ammons moeten geroepen worden. Als u beseft, als u op de berg des heiligen sieraads staat, en het totaal aantal is 144.000, dan heb ik u al gezegd, voordat de schudding losbreekt, moeten daar profeten staan die u exact kunnen vertellen vanuit de geestenprofetie. En vanuit de Bijbel wat daar gebeurt. Dat zijn de profeten. 300. In de studies ga ik er verder op in. Heeft alles met Gideon te maken.
En ook met Elia te maken. En als daar die schudding losbreekt, na de vuurballen, wat dan? Dan moet dan nog een groep geroepen worden. Door wie? Doordat zij opnieuw moeten kunnen profiteren. Want die hele groep kan momenteel nog niet profiteren. De hele Adventkerk kan niet goed profiteren. Absoluut niet. U mag nu de hele wereld afreizen en gaan kijken wie profiteert vanuit Matthäus vandaan. Opnieuw te profiteren, wat u nu hoort in 2017. En later misschien natuurlijk wel, omdat ze het hebben gehoord. Wel, opnieuw profiteren is dat geweest. Ook bij Johannes de Doper die heeft geprofiteerd. Ook Miller heeft geprofiteerd. En ook de laatste persoonlijkheid die weer afgezakt is. Uit de kerk vandaan, eigen dopen gaat, eigen enzovoort. Splinterbewegingen in zijn totaliteit zijn allemaal uit die kerk gegaan. Van eigen kerkjes vormen, doopbeloften vormen, enzovoort, enzovoort. Dus daar moet opnieuw geprofiteerd worden vanuit de Bijbel vandaan. Vanuit de evangelie vandaan. Vanuit de profetieën vandaan. En dat ziet u nu hier gebeuren. En dat zullen 300 zijn misschien straks. Misschien 30, misschien 50. Even afgezien hoeveel. De hoeveelheid gaat het hier niet om. Het gaat erom dat er eerst een groep staat die vrij zijn van het hoofdgeld en die in het bijzonder gewijd zijn aan de tempel van Jezus Christus. En al de Israëlieten moesten naar die tempel toe, 3 keer in het jaar. 3 feesten waren daar, belangrijke feesten. Wat houdt dat in? Dat God dus hier priesters heeft, die worden als eerst aangesteld, binnen de 7e-dags-Adventistenkerk, 1 keer 12.000. En daarvoor heeft hij al profeten aangesteld. Hoeveel profeten had de Heer al aangesteld? 12 keer plus 4 keer is 16 profeten. Natuurlijk veel meer profeten, maar die een profetisch boek hebben geschreven. Laat ik maar zo stellen, want er waren natuurlijk ook profeten en richteren enzovoort. Hoe belangrijk is het nu om te beseffen dat u die 300, die 1 keer 12.000, plus natuurlijk die 11 keer 12.000, wanneer, wat hebben wij met z'n allen gelezen? Die komen nadat die vijgenboom alleen maar bladeren brengt. En als die vijgenboom alleen nog maar bladeren heeft, uit u wordt geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat kunnen die mensen ook niet meer in het eeuwverbond komen. In de eeuwigheid komt geen vrucht meer uit hun. Dat is wel heel pijnlijk. Dus dan kunt u ook Daniël 11, vers 40, 45 niet verkondigen. Dan kunt u ook niet de profetieën vanaf Jesaja tot en met Malachi niet goed uitleggen. Dan kunt u ook niet Matthäus goed uitleggen. Dan kunt u natuurlijk wel een beetje Openbaring uitleggen, maar de dieptes van Openbaring kunt u nooit goed verkondigen door opnieuw te profeteren. Want Openbaring doet anders niets dan teruggrijpen naar de 16 profeten. De geschreven profeten, boeken moet ik zeggen. En Openbaring doet anders niets dan teruggrijpen naar wat Jezus Christus heeft verteld. In de 4 evangeliën wel te verstaan. Dus vandaar, nu zit je ook heel goed die volgorde vuurballen. Profeten zijn van tevoren voorbereid. Die gaan opnieuw profeteren in de Adventgemeente. Voor de zondagswet. Daar komt die schudding wat eraan gebracht. Er zullen vele martelaren zijn. Dan zien we die zondagswet. In wezen is de zondagswet het moment natuurlijk. Uit u wordt er geen vrucht meer in de eeuwigheid. Terwijl het Gods volk blijft, dat moet u goed onthouden. Het eerste blijft Gods oogappel. Dat hebben we heel, heel goed gelezen met z'n allen. Dus, want, even op bladzijde 33, waar wacht Christus op? Het is zijn oogappel. De 7e-dags-Adventistengemeente. Christus wacht vol verlangen, onderaan, bladzijde 33, laatste deze wens. Christus wacht vol verlangen
Tot hij in zijn gemeente zijn zevendagsadventisten, nog voor de zondagswet, openbaar wordt. Als het karakter van Christus volmaakt in zijn volk is gevormd, dan zal hij komen en hen als de zijnen opeisen. En u ziet dat zijn de 144.000. Beseft dat goed. Beseft dat goed. En wat moeten we dan zijn? Wie moeten we zijn? In bladzijde 31, onderaan, Ellen White verwachtte de wederkomst van Christus in haar tijd. Onderaan, bladzijde 31, laatste events. Mij werd het gezelschap getoond dat bij de conferentie aanwezig was. De engel zeide, sommigen zijn voedsel voor de wormen, anderen zullen door de zeven plagen getroffen worden. En sommigen zullen op aarde in leven blijven en veranderd worden bij de komst van Jezus. Dus u ziet hoe ernstig de situatie is. En waar wacht Christus op? Christus wacht vol verlangen tot hij in zijn gemeente openbaar wordt. Als het karakter van Christus volmaakt en zijn volk is gevormd, dan zal hij komen en hen als de zijnen opeisen. Klinkt hard, maar we willen geen voer voor de wormen worden. Zo ernstig is de situatie. Daarom uit u wordt er geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dan beseft u dat juist de elduurwerkers nog alle kans krijgen. Alle kans om hierbij te kunnen horen. Daarom hebben we profeten. Daarom kwam Jezus als eerste om de waarschuwing te brengen. Als profeet, niet als priester. Beseft u dan? Die priesterdienst die werd voortgezet in de hemel. In het heilige deel van het heiligdom. En nog niet in het heilige der heilige deel. Dus Jezus was pas priester toen hij ten hemel opvoer. Geweldig mooi. Dat zijn de drie persoonlijkheden die wij kunnen en moeten zijn. Dus wat hoort u nu? Opnieuw profeteren. Wat moet u beseffen? Dat u een keuze moet maken om bij die, afgezien van aantallen, maar daar gaat het niet om, 1 keer 12.000 te behoren. En in een Sjaartuke Menenkerk moet u ook een keuze maken door u voor te bereiden om naar Boas toe te gaan, naar het voetdeksel van het heilige der heiligen. In het heiligdom. Bij Jezus Christus. Het verzoendeksel, zoals u weet. Als u dit beseft, als u beseft dat absoluut die genadedeur bij de zondagswet dichtgaat voor de zevendedagsadventisten, dat de Sjaartuke Menenkerk, de elduurwerkers, nog een volle kans krijgen. Wat doet u daar dan mee? Wat leest u? Zit u dan nog vol met jaloezie en alles wat erbij komt kijken? Lieve broeders en zusters, u kunt die luide roep brengen. Door Gods genade, door Gods kracht. Gerechtigheid door geloof uitleven. Opnieuw te kunnen profiteren. U beseft dat dat wel nodig moet zijn om Gods oprechte kinderen te kunnen en te mogen roepen. Anders gaat u verloren. Of u bent maar waar, één van beiden. En ik bepaal niet wat u moet zijn, maar ik weet wel wat er nodig is om de luide roep te mogen brengen. Ook voor de Sjaartuke Menenkerk. Dat ze hun aansluiten bij Zion, die laatste kleine groep, die ook opnieuw kunnen profiteren. Want ze moeten allemaal opnieuw kunnen profiteren. En dan mogen wij in het eeuwverbond komen. Hier op deze aarde. Samen met al onze broeders en zusters. Om Jezus Christus te mogen ontmoeten. Op de wolken des hemels. Amen. We willen met z'n allen weer naar die mooie psalm toe. Psalm 75. En daarvan het vijfde vers. Want des Heeren hand besluit. In een kelk vol bitterheid, in zijn gramschap toebereid. En hij drinkt er mensdom uit. Doch der goddeloze mond zuigt zijn hef uit, tot den grond. Dus wij willen niet die goddelozen zijn, ernstig genoeg.
Laten we samen zingen. Psalm 75. En die hebzucht in. Wat er allemaal niet in ons leeft. Dat moet er totaal uit. Lieve broeders en zusters. Totaal. En dan kunnen we ook Jezus Christus. En mogen we Jezus Christus ook ontmoeten. Levend op de wolken des hemels. Laten we de Heer eens zoeken in gebed. Lieve goedige trouwe God de Vader. Lieve Heer Jezus. We willen zo graag in uw tempeldienst van u. Als die drie persoonlijkheden. Priesters, levieten. Maar vooral in het begin de profeten. U was de profeet, lieve Heer Jezus. U was het begin om ons op te voeden. En u hebt ook gezegd tegen die vijgenboom die geen vruchten had. Die niet wilde doen wat u van hun verlangde, gezegd. Uit u komt nooit weer een vrucht in de eeuwigheid meer. En terstond verdorde de vijgenboom. Er komen hele ernstige tijden. En we moeten beseffen dat we keuze willen maken voor uw lieve Heer Jezus. Dat we gerechtigheid door geloof in ons hart hebben. En dat we opnieuw, met het laatste nieuwe licht ook opnieuw kunnen profiteren. De verborgenheden zijn eraf. En we weten, lieve Heeren, dat u goed voor ons bent. Voor een ieder van ons. Maar het is aan ons welke keuze we voor u maken. U hebt de keuze al voor ons gemaakt. U weet alles van tevoren. Maar u weet ook dat het een grote strijd zal zijn. Maar we weten ook, en dat heb je ook beloofd, dat we kunnen overwinnen. Dank u wel daarvoor. Zo leggen we deze week weer voor u neer. Ga met ons mee dat we heel goed beseffen dat we alleen maar in vasten en bidden en ons nederig opstellen voor u, die kroon kunnen bemachtigen. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde in zijn naam. Amen. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Want ze willen uw kroon afnemen, lieve broeders en zusters. We gaan straks, als laatste, Psalm 75, het laatste vers daarvan zingen. Psalm 75, vers 6. Zal dit melden, zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Dus u meldt. U bent een evangelieverkondiger. Een profeet. Slaan der boze hoornen neer. De drie hoornen. Draak, beest, valse profeten. Maar de vrome hoorn. Drie stuks. 300. 1 keer 12.000. Elke 12.000. Profeten. Priesters. En levieten. In de goede volgorde. En dan de vrome hoorn. Een macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. Alles. Door Gods kracht. Aan hem komt altijd alle lof neer toe. Laten we eerst luisteren naar orgelmuziek. En een inzameling doen. En dan zal ik hem nogmaals afkomen. Thank you.
bijzonder voor de helden uw werkers. Breng uw schattingen voor zijn voet, voor Boas, voor Dekst. Maar ook natuurlijk binnen de Adventgemeente nog. Laten we samen gaan staan en ook staan blijven om straks de zegen te ontvangen en die prachtige mooie psalm zingen. Vers 6 van Psalm 75. Een van die drie hoorntjes zijn. Die natuurlijk de strijd op moeten nemen tegen die andere drie hoorntjes. Wij willen met z'n allen de zegen van God ontvangen. Met de zegen naar huis toe gaan. Tot zegen zijn. Die geweldige waarheid uitdragen. Vruchten dragen voor Jezus Christus. Voordat de boom verdord is en aan de kant gezet wordt. En de nooit weer vrucht aankomt tot in de eeuwigheid. Hebben we goed begrepen met z'n allen. Laten we samen de hoofden buigen om tot zegen te mogen zijn. Nogmaals weer. Wilt u samen met mij de hoofden buigen om de zegen te ontvangen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.